In deze nieuwe cup, georganiseerd door Johnny Boy en RQS eSports, strijden de 12 provincies van Nederland tegen elkaar om 1500 euro. Elke provincie heeft 4 spelers. Er zijn in totaal 7 random challenges. Op basis van het aantal behaalde punten komen wij te weten wie de winnende provincie is. Oké, kijk je live mee? Ja, ik ben aan het kijken. We gaan checken. Ik ga nu aan het rad rijden. Ik ben benieuwd, man. Nogmaals, je bent de allereerste persoon. Oké. Wat nou is? Wat is er mag één huis looten. Eén huis. Not too bad, inderdaad. Deze challenge houdt dus in dat je inderdaad nadenken. Slechts mag spelen met de loot die je krijgt uit één specifieke building. Van één gebouw. Maar misschien is dat nou, ja, dan heb je allemaal van die kleine kuthuizen natuurlijk. Ja. Je moet even slim nadenken erin. Oké, dat is verder. Ja, dat betekent. Let's go. Oké, daar gaat ons huis. Heerlijk gedaan. Laat ons even wat moois brengen. Ja. GG, kan gebeuren. GG. Nice try. Not too bad though, not too bad. Kan gebeuren. Damn. En dat is niks. Ja. Daar valt gewoon letterlijk niks aan te doen, man. Wauw. Bro, daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon RNG. Kijk eens aan. En dan nog dat Turkey bot. Dat moet ik niet hebben. Holy fuck. Brengt jou 15 punten. Oké. En vanaf nu, ja, gewoon voor iedere kill die je pakt, 2 puntjes. Zo. Let's go! Dat zijn bots. Zijn bots, goed gedaan, bro. What the fuck? Lekker, heel slim. Oh. Dan vang ik even een sniper, die gast waarschijnlijk. Weer net die guy, hè? Waarschijnlijk wel. Vergeet je roken niet? De smeer. Is je SM4 reloaded? Thank you.
Oeh. Oh, hij plaatst hem nog niet. Ongelofelijk! Holy shit! Oh bro! Damn! Wow, dat je dat nog weet te fixen bro, what the fuck maat! Deze is voor jou man. Zo zonde man, wat moet je doen? Wauw. Ja, en dan de allerbelangrijkste vraag eigenlijk. Zou je misschien nog iets kwijt willen aan de kijkers die deze video checken? Waar kunnen ze je vinden? Ben je actief op Twitter of Insta of I don't know. Zo. Ja jongens, blijf lekker positief in het leven. En als jullie me willen checken, het is gewoon tegen Griekse ei en op YouTube man. Tijd met de Griekse ei, dus daar kun je me vinden. Let's get it man. Ik ga alle socials natuurlijk van Tijn en natuurlijk ook van Spij in de YouTube beschrijving vermelden. Dus jongens, abonneer ook zeer zeker op deze jongens. Ze hebben echt ontzettend goed hun best gedaan. Nogmaals, het niveau ligt super, maar dan ook super hoog. Ze spelen op Champions. Ze spelen op eigen divisie. Het is geen contender meer. Deze mensen kunnen daadwerkelijk spelen. Dus ja man, sowieso like de stream of like de video pardon als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer ook zeer zeker man. Ik ben benieuwd man, heb je bepaalde verwachtingen? Heb je een voorkeur naar een bepaalde type challenge? Of? Ik wil de moeilijkste man. Je wil de moeilijkste? Man? No building. No building? Oké, daar gaan we man, let's go. Even spannend maken en let's go man. Ik ben benieuwd. No building. Je krijgt hem. Oeh bro. Dit is wel een hele goede. Ja, dit is eigenlijk gewoon een standaard potje arena bro. Je bent niet beperkt. Kieën. Ja, gewoon inderdaad kieën, man. Is goed. Gewoon een standaard potje. Het is wel een challenge die het minste aantal punten oplevert. Voor zeg maar een kill of een victory royale. Maar als jij hem gaat, bro, dit kan heel wat moois zijn voor jouw provincie, man. Is goed, man. Let's go. Man, die wil je zeg maar even clip opzouten hoor. Ja, ik zag het. Lekker gedaan man. Mooie kill, nice. Heerlijk man, bro. Nice. Nice.
Heerlijk, godver. Impuls. Hai. Oeh, nice try, man. Hele slimme keuze wel om die guy te WQ'en door. Not too bad, not too bad, not too bad. Heerlijk. Gedaan, hoor. Heerlijk. Controller. Heerlijk, lekker. Iets gedaan, hoor. Dat meen je niet, bro. Oh, zonde, man. Bro, dat kan nee. gebeuren. Dat kan gebeuren, bro. Ik moet huilen, joh. Oh mijn god. Bro, GG. Oh, ja. GG, man. Kan gebeuren, ja. Shit happens. Oh mijn god. Wat doe je er tegen, bro? Ja, in ieder geval, voor de... wil jij misschien nog iets kwijt? Voor de mensen die deze video checken, kunnen ze je ergens vinden? Doe je iets met je YouTube of Twitch of I don't know, man. Laat het ze weten. Twitter, L-spy en op YouTube ook. Af en toe post ik wel wat, man. Ja. I got you. Ja, die socials natuurlijk van Spijgas zal ik sowieso in de YouTube-beschrijving vermelden. Zodat jullie hem ook gewoon kunnen supporten. Nogmaals, dank jullie wel voor alle support. En tot de volgende video, man. En zo naar jullie. Ciao, ciao. Het werd Tijn niet makkelijk gemaakt, maar alsnog wist hij het uiterste te halen uit de games die hij heeft gespeeld. Met zijn beste pot heeft hij 6 punten behaald voor Gelderland. Spijgaal wist met zijn beste pot 4 kills te pakken en sleept daarmee 4 punten binnen voor Groningen.